en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik bij jullie terug met een nieuwe adventkalender unboxing. En deze keer de Bobbi Brown adventkalender. Echter heeft een van jullie mij erop gewezen dat ik een klein foutje heb gemaakt. Ik heb deze kalender laten zien in mijn laatste pakketjes unboxing video. En ik was helemaal enthousiast om te vertellen dat ik de Bobbi Brown adventkalender van dit jaar heb besteld, et cetera. Is het toch de kalender van vorig jaar? De kalender van dit jaar is zwart met goud en deze is dus van afgelopen jaar. Maar ik dacht, whatever, ik heb een hoge prijs betaald. Ik ga hem gewoon alsnog unboxen, want hij is nog gewoon te koop. En misschien is hij wel beter dan van dit jaar. En misschien zijn er nog mensen die hem gewoon ook gewoon willen. Dus ja, who cares van welk jaar het was. Maar deze is dus officieel van 2021. Maar ja, dat wist ik niet. Was een domme fout. En ik heb hem al best wel een aantal weken geleden besteld. Dus ja, ik wil hem gewoon alsnog unboxen. Anders vind ik het een beetje, ja, voor niks. En ik ben heel benieuwd, want het is een dure kalender en het is een kleine kalender. Het heeft slechts 12 dagen. Dus in verhouding is dit tot nu toe de duurste kalender die ik heb unboxed. Ik heb al een heleboel kalenders unboxed op mijn kanaal. Ik heb ook een hele afspeellijst gemaakt met alle kalenders. Dus mocht je een kalender willen zien, kijk eventjes op mijn kanaal. Want ja, er zijn er al een aantal unboxed en er zijn er ook nog een aantal onderweg. Dus ja, ik ga dit jaar weer een heleboel unboxen. En ik ben dus heel benieuwd hiernaar. Want geloof het of niet, ik doe al YouTube voor ongeveer vanaf mijn 21ste. Ik ben al 28, dus 7 jaar. Ik heb nog nooit een product gehad van Bobbi Brown. Can you believe it? Ik heb like elk make-up product ever gehad. Ik heb nog nooit op Bobbi Brown getest. Dus ik ben heel benieuwd. Dus ik dacht, een adventkalender is een ideaal begin voor mij. Want dan heb ik in één keer een heleboel producten. Dus vandaar dat ik deze kalender heb gekocht. Dus we gaan vandaag kijken wat er allemaal in zit. En of het echt de hoge prijs waard is. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik zal eerst eventjes vertellen wat ik op mijn lippen heb. Deze matte liquid lipstick van MAC Cosmetics van de Cruella de Vil collectie. In de kleur Mayhem, de Retro Matte Lipstick. Deze blijft echt de hele dag zitten en is echt super rood. I love it. Oké, mensen, dit is hem dan. De Bobbi Brown 12 Days Advent Kalender. Echter, de prijs is verhoogd. En dit heb ik nou vaker gezien bij Zalando. Ik weet niet wat happening met die site, maar ik was er best wel vroeg bij toen ik hem had besteld. Dus ik denk dat toen nog in het begin de prijs laag was en ze het gewoon nou letterlijk hebben verhoogd omdat nu iedereen kalenders koopt. Dus misschien was ik er gewoon heel vroeg bij, want ik heb er dus €118 voor betaald en nu is hier maar liefst €180. Ik weet niet waarom Zalando dit doet. De prijzen verschillen. Ik had het ook al met een andere kalender. Ik heb in ieder geval €118 betaald en hij is dus nu €180. Dus ja, allebei dure prijzen in ieder geval. Vooral als je bijna €200 betaalt voor een kleine kalender met slechts 12 dagen. De meeste kalenders hebben 24 dagen. Deze slechts 12. Dus je betaalt een hoop. Dus ik ben benieuwd wat erin zit. Ik moet wel zeggen, dit is geen betaalbaar merk. Het is gewoon een duur merk. Dus ja, de hoge prijs is daarom ook niet shocking of zo. Maar goed, ik vind hem er wel heel mee uitzien. Hij voelt ook best wel licht aan. En laten we gewoon kijken, jongens. Je kunt hem dus 12 dagen openen van 1 tot 12 december. Dat is de bedoeling althans. Maar je kunt doen wat je wilt. Je kunt hem ook gewoon in één keer openen als hoe ik nu ga doen. Dus ja, laten we gewoon kijken, jongens. Ik ben zo enthousiast. Vooral omdat ik dus weet dat het allemaal make-up gaat zijn. En ik hou van make-up, dus ja. Oeh, kijk. Dit is echt de meest schattige kalender ever. Heel mooi, zo goud, wit en rood. Dat is echt de vibe van deze kalender. En ook de vibe van heel mijn make-up look. Goud op de ogen, rood op de lippen, een rode achtergrond en een wit blouseje. Ik probeer altijd alles te matchen met de kalender die ik unbox. Dat vind ik altijd wel leuk om te doen. Dus ja, laten we gewoon beginnen. We gaan er vandaag denk ik snel doorheen, want er is niet heel veel. Nogmaals, slechts 12 dagen, dus ja. De kalender van dit jaar heeft ook 12 dagen. Oké, nou, laten we gewoon beginnen met nummer 1. Je kunt dus hier aan trekken en dan komt de box er gewoon zo uit. Dus dat is echt heel makkelijk. Dat vind ik wel fijn. En de boxen zijn gewoon zo open, zoals je ziet. Dus laten we kijken. Wat is het eerste? Shimmer Brick Compact. Ik denk een highlighter. Ja. De welbekende Shimmer Brick Highlighter. Een aantal jaar geleden was deze echt een hele hype. Iedereen had het hierover. Er waren ook een heleboel dupes bij de Action die ook precies zo eruit zagen. En deze schijnt dus echt heel erg goed te zijn. Ook met een kleine spiegel. Dus ik ben heel benieuwd hierna. Ik vind de kleur ook mooi. En je kunt dus gewoon één kleur pakken voor als oogschaduw. Of het gewoon allemaal mixen als highlight. Je kunt basically gewoon, ja, eigenlijk gewoon doen wat je wilt. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Ik ga het gewoon even swatchen met mijn vinger. Oeh, is een hele mooie beetje bronzy kleur. Zien we dit? Heel mooi ook als oogschaduw. En ook als highlighter. Daar ga ik hem even voor gebruiken. Ik heb al highlighter op, maar we kunnen altijd meer aanbrengen. I like it. En ik pak vooral de lichtste kleuren, zeg maar. Als je een donkere huidskleur hebt, pak dan vooral de onderste. Ik vind het fijn als je met één product verschillende dingen kunt doen. Dus oogschaduw, highlight, whatever you want.
I like it. Ook zo klein, mini. We gaan verder met nummer 2. Deze is echt super duper klein. Benieuwd wat dit is. Hij is wel groot. Het wil er gewoon bijna niet eens uit. Het zit echt super goed vast. Oh my god, het is een klein potje. Oké, dit is hem dan. Alles is er volgens mij wel mini. Of ja, misschien niet alles, maar een aantal dingen wel. Repair Moisturizer Cream. Dit is dus gewoon een moisturizer voor je gezicht. Oeh, hij ruikt echt heerlijk. I love the geur. En mini potje moisturizer. Dat vind ik ook wel een fijn product om te hebben. Dan gaan we verder met nummer 3. Dit lijkt op een full size lipstick. Ja, het is een lipstick. Ik wist het. Ik kon het gewoon zien aan de verpakking. Heel mooi. In de kleur Neutral Rose. Het is echt een hele mooie kleur. Een hele mooie nude kleur. Ook een hele mooie draagbare kleur. Vaak in kalenders en dan vaak met lipsticks worden er echt kleuren in gedaan die echt niemand opdoet. Zo'n hele felle paarse kleur of een blauwe kleur. Het is dan gewoon vaak prul wat niet echt wordt verkocht. En dan knallen ze het maar in de kalender. Dit soort draagbare nude kleur die men ook echt zou dragen zie je niet heel vaak in kalenders. Dus ik vind het wel heel goed van hun dat ze ook echt een kleur hebben gedaan die men ook echt zou dragen. Dus deze vind ik er heel mooi uitzien. Hij swatchte ook echt heel mooi creamy. Dan gaan we verder met nummer 4. Die is ook een beetje klein en plat. Rondje. Misschien ook oogschaduw of zo. Er staat verder niks op. Ja, ik denk gewoon aan een bruine oogschaduw of een bronzer. Je kunt het ook als een bronzer gebruiken. Je kunt basically doen ermee wat je wilt. Maar ik denk dat het een oogschaduw moet zijn. Dit is voor mij persoonlijk, voor mijn huidskleur, een perfecte kleur voor in mijn crease. Dus hier zo. Een hele mooie, matte, draagbare kleur. We gaan verder met nummer 5. Deze is een beetje lang en smal. Misschien een mini-size mascara. Oh nee, lip tint. Oh, oké. Okay. Dit is gewoon een lipbalmpje. Heeft hij een kleur? Nee, heeft geen kleur zoals je kunt zien. Het is gewoon letterlijk een lipbalmpje. Hij raakt nou echt helemaal niks. Of heeft hij wel een kleur? Ik zie een klein beetje een hele super, super lichte roze gloed erdoorheen. Dus zien we dit? Maar het is wel echt heel minimaal. We gaan verder met nummer 6. Deze is een beetje groot. Mascara. Smoky Eye Mascara. Oeh, deze ziet er op zich wel mooi uit. Kijk. Oké, het is ook wel mini. Echt, bijna alles is mini. Behalve de lipstick en de lipbalm volgens mij tot nu toe. Shit, waar waren we nou gebleven? Voor mij was dat 6, toch? Ja, we zijn nu bij nummer 7. Die is hier. Wat is dit? Cleansing oil. Oké, dus om je make-up eraf te halen, om je gezicht te cleansen. Oeh, dit had ik niet verwacht, maar vind ik wel fijn om te hebben. Want ja, ik moet dat altijd hebben om mijn make-up eraf te halen. Dat soort producten kan ik persoonlijk niet genoeg hebben. We gaan verder met nummer 8. Ook deze is volgens mij een mini. Volgens mij is echt bekend alles een mini. Highlighter Pink Glow. Oeh. Deze ziet er prachtig uit. Oh my gosh. Oh, niet heel veel glow. Ja, een hele mooie roze highlighter. Jongens, ik ga vandaag echt zwemmen in de highlighter. Oeh, deze is echt heel heftig. Ook heel mooi. Niet te roze. Zulke roze kleuren staan meestal niet met mijn huidskleur. Maar deze wel. Oeh, wauw. Deze vind ik echt wowie. Deze vind ik beter dan die eerste. Maar volgens mij was die eerste ook meer een oogschaduw. Maar deze is echt wowie. Deze vind ik tot nu toe echt het mooiste product. We gaan verder met nummer 9. Een klein vierkant boxje. Ook weer een kleine crème iets erin. Vitamin Enriched Face Base. Dit is een primer, denk ik. Hij ruikt ook echt naar vitamine C. Ja, ik denk gewoon echt een gezichtsbasis. Face Base is gewoon wat erop staat. Ik weet niet precies wat het moet doen. Vitamine verrijkte gezichtsbasis. Dus voor onder je make-up, dat moet dan je huid egaal maken of wat het ook zou moeten doen. Om echt precies te weten wat dit allemaal zou moeten doen, zou ik het moeten opzoeken online. Maar ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Dat was 9. Jongens, we zijn bijna klaar helaas. Oh my gosh, hier is nummer 10. Een mini lipstick. Crushed Lip Color in de kleur Ruby. Oeh, een hele donkere kleur. Deze is ook wel mooi. Het is een hele mooie kleur. Jammer dat het mini is. Deze is meer creamy. Deze had wat meer pigment. Dit is meer een creamy lip. Ballen met een kleurformule. Ik vind het wel fijn dat we echt twee verschillende lipsticks krijgen. En op zich is een mini wel fijn. Want het is handig voor in je tas om mee te nemen. Het enige make-up product wat ik altijd meeneem to go is lipstick. Want die moet ik echt bijwerken. Dus ja, op zich wel gewoon een mooie kleur. Oeh, de laatste twee. Ik hoop dat dit de beste gaan zijn. Waar is nummer 11? Deze is ook echt groot. Ik hou altijd van grote boxjes. Oh, een kwast. We hebben een kwast. Deze ga ik niet openen, want ik heb echt genoeg kwasten. Dus hiermee ga ik iemand anders blij maken. Maar wel handig om te hebben. Ook een kwastje erbij. En dan jongens, de allerlaatste. Last but not least. Vaak is de laatste de beste. Is niet altijd zo, maar vaak wel. Dus ja, ik ben benieuwd. Want vaak willen ze eindigen met een bang. Dus ik hoop dat het hier ook gaat zijn.
Longwear Cream Shadow Stick, een oogschaduwstick. Voor de mensen die het niet weten, Bobbi Brown staat bekend om hun geweldige oogschaduwsticks. In een mooie bruine kleur, wat ik ook echt zou dragen. Dit is de kleur Golden Bronze. Jullie gaan niet beseffen hoe blij ik hiermee ben. Ook de kleur. Super creamy. Kijk even dit. Kijk even hoeveel pigment er gewoon gelijk van afkomt. Prachtige kleur. Kijk. Heel mooi glanzend. Bobbi Brown, echt. Ik heb mensen echt horen raven over hoe geweldig deze sticks zijn. En hoe ze creamy zijn naar uitblenden. Ja, hij is ook echt super creamy. Kijk. Ja, dit is zeker eindigen met een bang. En hij is ook full size. Nou jongens, dit was het. Hij is helemaal leeg. Ik zal deze nog even terug indoen. Dan is hij helemaal leeg. Nou mensen, dit was het dan. Wat vonden we van de kalender? Ik heb dus een beetje een kleine blunder gemaakt door niet die van dit jaar te halen. Maar oké, it's all good. Ik vond het op zich een oké kalender. Voor die prijs moet ik jullie eerlijk zeggen. Er zijn andere kalenders voor deze prijs met meer producten. En die zijn gewoon echt leuke. Bijvoorbeeld de Look Fantastic kalender die ik ook laatst hier heb unboxed. Was ook zo'n hoge prijs. Volgens mij nog minder duur dan dat die prijs nu is. En die vond ik echt leuker en beter. Maar als jij iemand bent als mij die iets heeft van ik wil vooral make-up. En ik wil misschien ook gewoon Bobbi Brown make-up proberen. Dan raad ik hem zeker aan. Het is gewoon een makkelijke start om het merk te leren kennen. Dus ik ben zeker wel blij met de producten, maar ja, al met al voor de prijs, ik persoonlijk zou dan gewoon gaan voor een hele grote kalender zoals die ik net heb genoemd. Maar al met al ben ik er wel blij mee en ik ga een aantal van deze producten ook zeker gebruiken in andere video's. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Wat vinden jullie ervan? En let me know beneden in de reacties en laat me ook weten welke kalenders jullie nog meer willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en bij gezicht hierop te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!